Ja, welkom vanaf Sportpark de Middenwetering, waar we aandacht schenken aan de wedstrijd tussen Kwartkampen en DOS 37. Allereerste tegenstander DOS 37. Ja, DOS 37 begon de competitie erg sterk en wist zelfs de eerste periode vrij makkelijk te behalen. Zelfs de eerste 10 wedstrijden gingen in winst om. Behalve toen Kwartkampen op bezoek kwam, want Kwartkampen die versloeg DOS 37. En dat was dus de eerste nederlaag voor de ploeg uit Friezeveen. Het werd in Friezeveen 2-0. Ja, en vervolgens wist de ploeg uit Friezeveen na die 10 overwinningen en die nederlaag van Kwartkampen 9 wedstrijden niet meer te winnen. Ja, en dan Kwartkampen. Kwartkampen die nog altijd een beetje hoop houdt op de titel, want de achterstand op AZSV is nog steeds 5 punten. En met nog 4 wedstrijden te gaan is er nog hoop voor de ploeg van Marcel van der Stegen om misschien die titel wel te bemachtigen. Maar dan moet het hier in ieder geval vanmiddag wel weten te winnen van DOS 37 en hopen op een misstap van AZSV. Ja, blijft Kwartkampen dus in het spoor van AZSV, dat is dan ook de grote vraag. Mocht dat niet lukken, dan behoudt Kwartkampen altijd nog de mogelijkheid om het spelen van die nacompetitie. Of het allemaal gaat lukken wat betreft de ploeg uit Kampen, dat kunt u nu zien in de volgende samenvatting. Kwartkampen trad aan zonder aanvoerder Jurjan Zandbergen. Hij ging afgelopen weken tijdens een training door zijn enkel. De spits begon wel op de bank. Alleen mocht het nodig zijn zal ik hem inzetten, aldus trainer Marcel van der Stegen. Laurens van Keulen uit het tweede elftal maakte zijn debuut bij de Kampenaren. Verder ontbraken Edo Wesseling, hij heeft de ziekte van Pfeiffer, en ook André Timmerman en Kaan Euskan waren geblesseerd. Higem Sieg was geschorst. Ja, en dat betekende voor Kwet vooraf niet dat men geheel gerust was op een goede afloop. Dan de eerste 10 minuten gebeurde er weinig in de wedstrijd. Maar dan in de 12e minuut een goede voorzet van Nick Bakker richting Hussein Raza. Ja, en die liet de bal één keer stuiteren en werkte de bal keurig in de verre hoek. 1-0 voorsprong dus voor Kwartkampen. Ja, de wedstrijd begon vrij tam van beide kanten. En met name ook DOS 37 maakte een vrij tamme indruk in de beginfase. Een doelpunt kwam dan ook uit de lucht vallen. 1-0 voorsprong dus voor Kwart. Dan 10 minuten later, halverwege de eerste helft, een goede onderschepping van Joshua van Malen. En dan is het uiteindelijk weer, komt de bal weer bij Raza. En ditmaal treft hij de paal. Dan is het Kwartkampen op een 2-0 voorsprong gestaan. Hetzelfde moment dus voor Hussein Raza, op dezelfde plek eigenlijk als de openingstreffer. Dan deed DOS 37 helemaal niks terug. Nou, hier een van die spaarzame aanvallen die DOS 37 dan plaatst. Komt de bal bij Lennart Mulderijen, maar die weet geen richting aan de bal te geven, waardoor deze mogelijkheid verloren gaat. Ja, veel aanvallen van Kwartkampen gingen via de rechterkant die middag tegen DOS 37. Nu dan Kevin Smit. Dan zal hij proberen weer Hussein Raza te bereiken. Maar nee, de bal die verdwijnt meteen in het doel. Wat een doelpunt eigenlijk. Ik denk dat hij probeerde Raza te bereiken. Maar Patrick Nieter, de doelman van DOS 37, die stond te ver uit zijn doel. En de bal die verdwijnt Pardoes in het doel van DOS 37. En op zich dan een mooie treffer natuurlijk van zo'n afstand. Ter hoogte van de dugouts van DOS 37 scoort dus Kevin Smit de 2-0 voor Kwartkampen. Dan weer Kwartkampen, weer een aanval over de rechterkant. Veel ging overrechts bij Kwartkampen, met name via Kevin Smit en ook Nick Bakker. Nu ook Nick Bakker aan de bal, kijken wat hij ermee kan. Dan vindt hij uiteindelijk Sander Mor brengt de bal goed naar Kevin Smit. En dan wordt de bal gemist door Laurens van Keulen, de debutant. Maar daar is Hussein Raza en hij maakt zijn tweede treffer van de middag. En alweer de 13e seizoenstreffer
van Hoesijn Raza. En daarmee komt hij op gelijke hoogte met die andere spits, Jurjan Zandbergen. Die, zoals ik al zei, op de bank moest plaatsnemen wegens een blessure. Maar ook Raza nu op 13 treffers voor Go Ahead Kampen. Dan DOS 37 probeert het dan nog een keer via de rechterkant. Er komt er een voorzet, maar dan makkelijke prooi voor Jasper Fix. Einde van een eerste helft waarin ook de doelman van Kwet Kampen nauwelijks iets te doen heeft gehad. Dan eventjes een eindje verder in die tweede helft. Een hoekschop van Sander Morren. En er stond wel wat wind en die bal die verdwijnt dan ook bijna in het doel van DOS 37. Maar de doelman Patrick Nietert weet ten nauwe nood nog de bal te onderscheppen. Dan is er eventjes een moment nu dat de bal, ja, de scheidsrechter Meulenkamp, die weinig moeite had in de wedstrijd om de beide ploegen in het gareel te houden. Want er gebeurde vrij weinig. En nu dan weer DOS 37. Ga kijken wat er dan gebeurt. Komt weer zo'n voorzetje. Maar dan is het Jeroen van der Bos die simpel de bal in de handen weet te brengen van Jasper Fix. Nogmaals, Fix die weinig te doen had deze middag. Dan een overtreding van Joshua van Malle. En dat betekende ook de enige gele kaart van de wedstrijd. Een gele kaart dus voor Van Malle in een verder zeer sportief duel. Nu even een aanval van Kwet Kampen. Wordt de bal ingebracht. En dan komt er een schot. Maar die levert niet meer op dan een hoekschop. En dan nu weer een goede paas richting Hoesijn Raza. Kijken wat hij kan. Gaat het strafschopgebied in. Wordt de bal niet klim vastgehouden door Patrick Niedert. En is het invaller Christian van der Worp die Kwet Kampen op een 4-0 voorsprong brengt in de 88ste minuut. De wedstrijd die was al lang gespeeld. Al in de eerste helft waarin Kwet dus op 3-0 kwam. En dan zegt scheidsrechter Van der Meulenkamp: het is genoeg geweest. Ja, we zagen zojuist Kwet Kampen dus vrij eenvoudig winnen met 4-0 tegen DOS 37. En naast mij staat Hoesijn Raza goed voor twee treffers. Hoesijn, eenvoudig zeg ik wel, maar was het wel zo eenvoudig? Nee, ik vond het niet zo heel eenvoudig. DOS 37 is sowieso een moeilijke ploeg. Ik bedoel, de eerste periode hebben ze heel goed gedraaid. Ze hebben ook een periode gepakt. Maar goed, elke wedstrijd is voor ons gewoon een finale nu en die moeten wij gewoon pakken. En DOS 37 was net zo. Dus we hebben het goed uitgepakt met z'n allen. Ook al hadden wij mankementjes, hier en daar blessure. Onze aanvoerder die heeft weer last, die is net teruggekomen van een hechting in zijn hoofd. Maar goed, met de training heeft weer last van zijn enkel gekregen. Maar goed, we hebben het goed uitgepakt met z'n allen. Ja, je doelde op je aanvoerder Jurjan Zandbergen. Ja, vorige week toen moest hij ook noodgedwongen invallen. Omdat het anders niet goed liep. Maar dat hebben jullie vandaag toch wel goed, beter opgevangen. Ja, dat zeker. We hebben het goed opgevangen met de jongens die wel erin kwamen. En we hebben Laurens van Keulen, die is erin gekomen. En die heeft het goed opgepakt op de nummer 10. En zo is Nick Bakker is doorgeschoven naar de rechtsbuiten. En ik vind dat hij het prima heeft gedaan. Goed positie heeft ingevuld, eigenlijk.